Goedenavond in Christusbeminden. Vandaag starten wij met een prekencyclus over het heilig misoffer. Het heilig misoffer neemt een heel specifieke plaats in de spiritualiteit van de priesterbroederschap Sint Pius X. Deze prekencyclus is gebaseerd op de leerstof welke de diakens ontvangen alvorens zij leren hoe het heilig misoffer te celebreren. Deze prekencyclus zal zeker niet de volledige rijkdom van de heilige mis uitputten. Voor verdere studie verwijs ik graag naar de Nederlandstalige werken van de eeuwwaarde heren Kroegaard en Koenders. Starten wij deze prekencyclus met een verering van het Allerheiligste Sacrament. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij de anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus, Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, een oud Vlaams spreekwoord luidt als volgt. Christenen, weet ge wat? De mis een verborgen schat. Ja, mijn dierbaren, spijtig genoeg geldt dit spreekwoord ook nog de dag vandaag. Dit kwaad, de onkennis over de heilige mis en zijn ritus, is nog steeds niet de wereld uitgeholpen. Om de heilige mis werkelijk te waarderen en zelfs te beminnen in het hart, moet men trachten de gebeden en de riten van dit misoffer zo goed mogelijk te verstaan en in zichzelf na te volgen. Reeds het concilie van Trente maande in de 16e eeuw de priesters vaak over het heilig misoffer te prediken. Had men naar dit concilie geluisterd, dan zou het bijna ondenkbaar zijn dat vele priesters en gelovigen zo makkelijk deze eerbiedwaardige ritus hebben ingewisseld voor een novus ordo missae die niet dezelfde vruchten afwerpt. Het kan overigens, mijn dierbaren, misleidend zijn indien men de traditionele ritus, de mis van altijd, als de Tridentijnse mis of de mis volgens de heilige Paus Pius V bestempelt. Men zou immers kunnen menen dat het Concilie van Trente of de heilige Paus Pius V een soort van nieuwe misritus heeft uitgevonden, zoals Paus Paulus VI dat daadwerkelijk heeft gedaan. In werkelijkheid heeft de heilige Paus Pius V enkel maar de bestaande misritussen in Europa tot een eenheid gebracht. Hij heeft echter nog aan de missubstantie, nog aan de gebeden of aan de bewegingen iets wezenlijks veranderd. Mijn dierbaren, door deze prekencyclus willen wij een stuk de onwetendheid betreffende de heilige mis weghalen en hopen dat wij allemaal de dagelijkse heilige mis met meer vrucht bijwonen. Het zou goed zijn dat iedereen tijdens de heilige mis in zijn missaal de liturgie volgt en niet zomaar de eigen vrome gebruiken verricht. Deze persoonlijke devoties zijn zeker niet slecht, maar niet het opperste gebed. Het opperste gebed is het offer van Jezus Christus aan het kruis, zijn Vader daar geboden en hernieuwd in de heilige mis. Trachten wij dus, mijn dierbaren, in de kerk die misteksten,
de handelingen en de gezangen te verinnerlijken en mee te bidden. We moeten inderdaad eens op de eigen manier van mis horen, mis meevieren, acht geven. Een predikant zegde ooit: de verscheidene mensen die aanwezig waren 2000 jaar geleden op Calvarieberg, hebben allemaal, weliswaar allen op een verscheidene wijze, het misoffer van Jezus Christus bijgewoond. En zo is het ook met de aanwezigen in de kerk tijdens de Heilige Mis. Doch, zowel op Calvarieberg als in de Heilige Mis doen de aanwezige gelovigen dat met een verschillende ingesteldheid. Daar op Calvarieberg stonden Maria en Johannes. Daar stonden de vrome vrouwen. Daar waren ook de Romeinse soldaten en de Farizeeërs aanwezig. Allen waren zij bij Jezus Christus, zijn heilig misoffer. Men kan dus de heilige mis mee opofferen zoals Maria. En dat is het beste, verenigd met de priester aan het kruis, Jezus Christus. Zij gaf haar aandacht aan het gebeuren en bad en offerde met dezelfde intenties en ingesteldheid, ja, bijna met dezelfde woorden als Jezus aan het kruis. Wij kunnen ook het Calvarieoffer, het misoffer, bijwonen zoals de heilige Maria Magdalena. Wij kunnen er onze zonden bewenen. Of wij kunnen het misoffer bijwonen zoals de 100 man en ons bekeren. Tevens zoals de goede moordenaar deed. Of, jammerlijk, men kan er ook slapend en het einde afwachtend aan deelnemen, aanwezig zijn, zoals de Romeinse soldaten, die een dobbelspel aan het spelen waren op het belangrijkste moment van heel de mensengeschiedenis. Ja, mijn dierbaren, men kan zelfs de heilige mis bijwonen in een afkeer tot de heilige mis, zoals de Farizeeërs een afkeer bezaten tegenover ons lieve Heer, stervende aan het kruis. Beide laatste gesteltenissen willen wij vermijden door een degelijke kennis van het heilig misoffer. Voor eerst, waarom een heilige mis? Waarom een offer? Wel, God is het grote en het eigenlijk het enige middelpunt van het hele universum. Elk onderdeel van de schepping is in zijn ontstaan en in zijn voortbestaan compleet afhankelijk van God. Dus ook de mens, want ook de mens is slechts een schepsel. En als zodanig is hij verplicht als schepsel zijn meerdere, zijn koning, zijn God te dienen en God de verschuldigde eer te bewijzen. En men kan dit doen, inderdaad, door God in het hart te aanbidden, te dienen, te danken en nieuwe gunsten af te smeken, ja, zelfs met weemoed zijn zonden te bewenen en om vergeving vragen. Doch de mens is door God niet enkel met een geest geschapen, maar ook met een lichaam. En daarom moet ook het lichaam God vereren. Wij moeten onze innerlijke gedachten en gevoelens, die heilig kunnen zijn, toch door uiterlijke woorden en gebaren openbaren. Dat is, mijn dierbaren, de verplichte, uitwendige eredienst, de liturgie. De mens bezit niet enkel maar een ziel en een lichaam, maar maakt ook deel uit van een gemeenschap.
Hij is geen eenling. Dus de mens moet ook in gemeenschap de plicht tegenover God vervullen. De gemeenschap moet God eredienst bewijzen, want ook zij is door God gewild en geschapen. En nu, wat wij in gemeenschap doen, dat is van nature uit zichtbaar en moet door een gezag gestuurd worden en bepaald worden om niet in chaos te vervallen. Het heeft een ritus nodig, een bepaalde religieuze afgesproken daad. En de beste religieuze daad die men kan stellen is een offer, een offerande aan God, een sacrificium. In de godsdienstige geschiedenis van alle volkeren op aarde vindt men daarom offers. Dit is te verklaren, zoals reeds gezegd, uit de erkenning tegenover God als heerser. Maar ook ten tweede uit het algemene schuldbesef van de mensheid. Als kinderen van Adam zijnde moeten wij tegenover de beledigde God de zonde weer goedmaken, de geschonden goddelijke eer weer herstellen. En dat doet men niet door een kleinigheid, want de zonde is een belediging van de Allerhoogste en bijgevolg bovenmenselijk groot. Zelfs de heidenen uit de antieke tijden beseften dat zij God het grootste en het beste moesten offeren. En dat is de offerande van zichzelf. Het zich wegschenken aan God. Het zich vernietigen voor God. Bij de heidenen waren er daarom vaak bloedige mensenoffers. Hoe wreed en hoe afkeurenswaardig die ook mogen zijn. Toch roept dat vergoten mensenbloed overduidelijk uit dat er een zware schuld op de mensheid woog en dat er dus een alomvattende schenking en uitboeting nodig was. En de mens bezit niets kostbaarder dan het eigen leven, want zonder leven is alles nutteloos. Ons geweten echter, mijn dierbaren, verbiedt het eigen leven te ontnemen, omdat wij het eigen leven niet uit onszelf hebben. We hebben het ontvangen van God. En in dit besef grepen vele beschaafde volkeren naar de voedingsstoffen die wij nodig hebben om ons in leven te houden. Brood, wijn, olie en dieren. Dit als vervanging van ons eigen mensenoffer. Het offer van ons leven. Zo deden het ook de Joden, op aanbeveling van God. Bij de tempelwijding door Salomon werden maar liefst 22.000 runderen en 120.000 schapen gedurende 7 dagen geofferd. Het bloed werd op het altaar uitgestort. Bloed moest vergoten worden als symbool voor het leven. De heilige Paulus zegt: zonder bloedvergieten geen vergeving. Maar dat dierenbloed, mijn dierbaren, was compleet ontoereikend. Het moest mensenbloed zijn. Waarom? Omdat enkel mensenbloed voortkomt uit een persoon begaafd met een helder verstand en een vrije wil. Enkel de mens kan zich bewust aan God schenken, de dieren niet. De dieren worden ook niet vrijwillig uit zichzelf geofferd. Het is de mens die aan hen de hand slaat. Doch, het was bloedoffer dat noodzakelijk was, maar niet het bloed van een mens die onrechtvaardig of zondig was. Ons bloed is bezoedeld, mijn dierbaren, door de erfzonde.
Het moest onschuldig bloed zijn van een mens die, terwijl deze mens alle zonden van de mensen op zich zou nemen, toch rein zou zijn en op gelijke hoogte zou staan als de beledigde persoon, namelijk God, om een gelijkwaardig offer met de belediging te kunnen uitvoeren. Dit mensenbloed moest een goddelijke persoon toebehoren. Alleen God zou een uitboeting kunnen aanbieden, evenredig met de schuld. Aldus, mijn dierbaren, heeft God de Zoon, Jezus Christus, zijn zoendood op het bloedig altaar van het kruis geofferd aan God de Vader. En daarna hebben gerechtigheid en barmhartigheid elkaar gevonden en in vrede verenigd. En deze verzoening herdenken wij tijdens elk heilig misoffer. Het heilig misoffer is het offer bij uitstek. Het is de grootste handeling die wij als kleine mens kunnen stellen. Het krachtigste en de rijkste daad op aarde. Waarom? U weet het. U gelooft het. Omdat de heilige mis de hernieuwing is van het heilig kruisoffer. Het werk van de verlossing wordt er verder gezet. De vruchten op Calvarieberg verdiend worden in de consecratie en in de communie tijdens het heilig misoffer uitgedeeld aan onze zielen. Op de boom van het heilig kruis op Calvarieberg groeiden en rijpten de vruchten van de genade. Op het altaar worden zij geplukt. Kruis en misoffer, het is een geloofspunt, een dogma, zijn hetzelfde identieke offer. Niet een ander, maar hetzelfde. Hernieuwd en tegenwoordig gesteld. Ze zijn één. Het is namelijk dezelfde offeraar, Christus, en dezelfde offerande, Christus, en dezelfde oneindige verdiensten. Zijn kruisoffer en misoffer tussen deze beide zijn er echter kleine verschillen. Het kruisoffer was zichtbaar bloedig, het misoffer zichtbaar onbloedig. Op het kruis offerde Jezus zich rechtstreeks op aan de hemelse Vader. In de heilige mis doet hij dit door de menselijke priester. Dit blijkt uit de woorden van de consecratie, waar Jezus Christus, Gods Zoon, door de mond van de menselijke priester spreekt. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Niet het lichaam van de priester wordt geofferd, maar het lichaam en het bloed van onze heiland. In de heilige mis komt dus de grootsheid van het katholiek priesterschap naar voren. De katholieke priester is waarlijk een plaatsvervanger van Christus, een middelaar tussen God en de mensen. Hoe, mijn dierbaren, is deze verbinding tussen kruisoffer en misoffer ontstaan? Toen de goddelijke zaligmaker de avond voor zijn dood op Witte Donderdag bij het laatste avondmaal heel goed wist wat er de volgende dag zou gebeuren, sprak hij tot zijn apostelen, tot zijn eerste priesters. En door hen tot alle priesters van de toekomst. Jezus zegde hen deze woorden: doet dit tot mijn gedachtenis. God de Zoon bedoelde: doet mij op uw beurt neerdalen op het altaar en laat dat offer een onbloedige hernieuwing zijn van mijn bittere kruisdood morgen. Jezus nam het brood, dat is de offerande van de heilige mis,
zegende het, de consecratie, en gaf het aan zijn leerlingen. Dat is de heilige communie. Deze zijn juist de drie voornaamste delen van de heilige mis. Offerande, consecratie en communie. En deze drie zaken, daartoe gaf Jezus opdracht aan zijn priesters dit een eeuwigheid te blijven doen tot zijn wederkomst. Die woorden uit het heilig avondmaal zijn het geraamte, als wij zo mogen spreken, waar in de loop van de eerste eeuwen alle andere gebeden en alle andere ceremonieën van onze huidige mis aan vastgegroeid zijn. Dit steeds onder begeleiding van de Heilige Geest. Christus beminnen tenslotte. Blijft voor ons de Heilige Mis een verborgen schat? Ik hoop van niet. Laten wij de schat van de Heilige Mis en de betekenis van de ritussen niet begraven in de aarde. Graven wij die kostbare parels op. Laten we niet in dwaling iets achterwege tijdens de Heilige Mis, waar wij eigenlijk de ritus van de Heilige Mis zouden beter moeten kennen. Mijn dierbaren, het zou een vergissing zijn dat wij de Heilige Mis niet naar waarde zouden schatten en toevlucht nemen naar eigen persoonlijke devoties. Dus in Christus beminden zorgen we ervoor dat we de volgende predicaties en vol ijver volgen. En voeden wij onze ziel, overwegen wij het gehoorde, lezen wij erover na. Het is zoals onze stichter Monsieur Lefebvre zegde: parochies waar men de heilige mis kent, de heilige mis eerbiedigt, die parochies zullen bloeien en groeien. Mijn dierbaren, wat hier gezegd wordt over parochies, dat geldt heel zeker ook nog over onze persoonlijke zielen. En de groei en de bloei van onze ziel in liefde tot God, dat willen wij nastreven en daarvoor willen wij nu ook bidden en de genade vragen aan onze lieve vrouw, de hemelse moeder. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Jozef, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dierbaren, dan wens ik u enkel maar toe dat wij elkander komende woensdag elkaar terugzien en Gods rijkelijkste zegen. Tot ziens. Goede avond.